civilisatie meer. Er is ook geen opvoeding van de massa's, vertrekkende van de revolutionaire ervaring in de derde wereld bijvoorbeeld. Nu, die elementen die maakten juist de kracht uit van de defensiepolitiek van Stalin. Dus als je ziet hoe de Tweede Wereldoorlog is voorbereid in de Sovjet-Unie, de Sovjet-Unie bereidde zich voor op een agressie van de imperialisten. En ze bereiden zich voornamelijk voor door het politiseren van de massa's, het bewustmaken, het organiseren van de massa's, het opvoeden, dankzij revolutionaire voorbeelden, van de massa's. Dus daar lag de kracht in van de defensie, ook onder Stalin. Nu, die kracht van defensie is helemaal afgebroken onder Brezhnev. Maar toch wou Brezhnev in de wereld wedijveren met het Amerikaanse imperialisme. Dus Rusland was een grote economische macht geworden. En Brezhnev wou ook op militair gebied wedijveren met de Sovjet-Unie. Hij is de revolutionaire basis van een militaire politiek gaan achterwege laten. En dus hij heeft zich moeten terugplooien op een politiek van bewapeningswedloop van de Sovjet-Unie met de Amerikanen. Bewapeningswedloop, enorm gewicht op de Russische economie. Hij probeerde evenveel wapens te produceren als de Amerikanen en van dezelfde kwaliteit. De last die dat teweegbracht op de Sovjet-Unie-economie, die maar 65% zo groot was als de Amerikaanse, dus de last was bijna dubbel. En tenslotte is Brezhnev, dus aangezien hij dezelfde wapens wou als de Amerikanen, wapens die gemaakt waren voor het overheersen van de wereld. En dus dat soort wapens heeft Brezhnev nagemaakt. Kernwapens die de hele wereld overspannen, een zeevloot over de hele wereld, basissen over de hele wereld, dus hij heeft hetzelfde gedaan als de Amerikaan. En stilaan zijn ze ook wat betreft doctrine, dezelfde doctrine gaan aannemen als de Amerikanen. Dat wil zeggen, aanwezig zijn in de hele wereld, een wereldpolitiek. En dus van een defensieve politiek, die Stalin heeft gevolgd, waar het socialisme in de volksmassa's zijn stevige basis had, om een eventuele agressie van het imperialisme te overwinnen, is Brezhnev een politiek gaan voeren in het buitenland van inmenging, van controle en van avonturisme. Ik ga er maar een paar voorbeelden van geven. Gorshkov was de admiraal die de Russische vloot leidde onder Brezhnev. Die heeft een dik boek geschreven over de vloot in 1975. Wat daar interessant aan is, is het volgende. Hij beschrijft de zeeoperaties onder de tsaren in 1700, 1800, etc. En dus al die operaties beschrijft hij positief. Hij spreekt over de grote overwinningen van onze vloot. In de Middellandse Zee, tegen Turkije, etc. Met andere woorden, de gehele historische bagage van expansie, van agressie, van controle van de tsaren, neemt hij tot de zijne. Dus dat voorbeeld geeft bijzonder duidelijk aan hoe de communistische opvattingen helemaal geperverteerd zijn. Want alle communisten die kennen de geschriften van Marx, waarin hij het tsarisme als de meest barbaarse macht, de meest expansieve macht, in de 18e en 19e eeuw brandmerkt. En Gorshkov die besluit, hij zegt, Rusland heeft in alle periodes van zijn geschiedenis behoefte gehad aan een zeemacht die beantwoordde aan de belangen van een wereldmacht. In alle periodes van zijn geschiedenis, dus de tsaristische inbegreep. En dus zoals de tsaristen een vloot hadden die beantwoordde aan hun positie van wereldmacht, zo ook onder Brezhnev een vloot die beantwoordt aan de belangen van een wereldmacht. De minister van Defensie, Gretschko, die heeft ook zijn ideeën uitgewerkt in 1975. Zijn basisidee is dat de buitenlandse functie van het Rode Leger steeds meer aan belang toeneemt. Dus dat is ook helemaal tegengesteld aan het is hetzelfde idee als de politiek van Stalin. De defensiekrachten
en is minder en minder gebaseerd op mobilisatie van het eigen volk. Maar de buitenlandse functie, de buitenlandse opdrachten, buitenlandse interventies, die worden het belangrijkste aspect van het leger. Hij zegt, het Rode Leger is er voor ten eerste de gemeenschappelijke verdediging van de socialistische landen. Dat is op zichzelf ook al mis. Want de beste verdediging voor een socialistisch land is opnieuw de mobilisatie van zijn eigen volk. En dus als dat niet gebeurt, zeggen dat het Rode Leger dat socialisme zal verdedigen, loopt faillikant uit, vroeg of laat in de geschiedenis. Als het eigen volk niet kan gemobiliseerd worden voor de verdediging van het socialisme, dan is het nooit een ander land dat tot het einde der tijden de verdediging kan opnemen van iets wat het eigen volk niet wil verdedigen. Dus 1, gemeenschappelijke verdediging van de socialistische verworvenheden, maar 2, steun aan de bevrijdingsbeweging van de volkeren. En ten derde, steun aan de arbeiders in de hele wereld. Dus het Rode Leger is er om de bevrijdingsbeweging